In de tweede klasse J van het zaterdagvoetbal speelde Drentina op eigen veld tegen De Weijden. Dit is de tweede minuut. De overtreding op het middenveld van Tom Aldus en die krijgt direct rood van scheidsrechter Kraan uit Winschoten. Benes is het er niet mee eens. En nogmaals, Aldus met twee benen vooruit en hij kan inrukken. Ja, oké, geel zal dan misschien gegeven kunnen worden. Dit is geen rood. Het is gedurfd. Maar als hij met twee benen inkomt vliegen, ja, dan kan hij niet anders, denk ik. Hij nam dus de beslissing. Scheidsrechter Kraan. En het was ook wel een beetje dweilen met de kraan open gistermiddag. Niet alleen qua weer, maar ook qua kaarten. Want er werd gestrooid op een gegeven moment. Dit is de eerste mogelijkheid van de wedstrijd. En opvallend genoeg is hij voor de ploeg. Die speelt met 10 man. Het schot was van Stefan Holtis. Uittrap van Ten Hoer. En weer een mogelijkheid voor Drentina. Een aardig schot zelfs. En daar stond Henry van der Weijden. Toch genageld. De poging was van Michael Alling. Dan eindelijk een keer De Weijden. De ploeg die net als Drentina door is in de beker. Maar in tegenstelling tot de Emmenaren die eerste competitiewedstrijd wel won. En deze bal had er wel in gemogen. Ismael, u kan. En dan is het tijd voor T. Tweede helft. Lang gebeurt er niets tot deze actie. Dit was toch een overtreding, scheidsrechter Kraan. Maar er wordt niet gefloten. Dus had hier Marco Kikkert gewoon de 1-0 voor De Weijden moeten maken. Die komt er niet. En dan gaan we richting de absolute slotfase. Slotig balverlies van De Weijden. De diepe bal van de thuisclub richting Lubberts. Lubberts met een voorzet. En dan ongelukkig in eigen goal getikt door de aanvoerder van De Weijden, Mitchell Luchtenberg. En zo wint Drentina dit duel met 1-0. De ploeg die door is in de beker, vorige week verloor, wint nu wel. En dat is gelukkig. Vindt ook Gerrie Benes. Ik vind dat we vandaag tegen 12 man gespeeld hebben. Want de scheidsrechter vond je niet best. Bedroevend slecht. Achteraf zeg ik gewoon heel, en dat zei ik tijdens de wedstrijd ook al, ik had het liefst gewoon tegen 11 man doorgevoetbald. Dan denk ik dat Drentina ook wat meer van de goal had gevoetbald. Was het een echte wedstrijd geworden. En nu zag je eigenlijk na 3 minuten dat zij de boel achterover neerzetten. En wij gewoon heel veel moeite hadden om er doorheen te voetballen. En dit is de stand in de tweede klasse J. Bedum en Pelikan S, de enige twee ploegen met 6 punten. Ook nog 2 ploegen, puntloos. Ramsbergen en Groen-Geel.